Vertel maar, wat is er aan de hand? Fayaz, hij sluipt uit huis met jongens. In deze aflevering ga ik in gesprek met Fayaz. Fayaz is 27 jaar en identificeert zich als non-binair queer persoon van kleur. We gaan het hebben over diens moeilijke momenten in het leven. En daarna gaan acteurs één belangrijk en inspirerend moment uit diens leven naspelen. Fayaz, fijn dat je er bent. Ja. Kan je als eerste wat vertellen over hoe je bent opgegroeid en waar je bent opgegroeid? Ja, ik ben in Suriname opgegroeid in een islamitisch gezin. Dus ik ben moslim nog steeds. En vanaf welke leeftijd ongeveer voelde jij van, ik val op jongens? 12. Was dat een grote schrik voor jezelf? Of was dat interessant? Hoe was dat? Nee, totaal niet interessant. Nee, het was echt een grote schrik. Dus ik heb er inderdaad ook als gevolg daarvan alles geprobeerd om het te onderdrukken. Hoe doe je zoiets? Hoe onderdruk je? In mijn geval bidden. Je gaat naar porno kijken met de hoop dat je bekeerd kan worden. Heteroporno. Precies, ja. precies. Of lesbische porno. En wat bid je dan? Om je gewoon normaal te laten zijn. Ja. Dus dat je het liefst op vrouwen kan vallen. Ja, dat heb ik ook gedaan, maar ik heb het niet tot God geboden. Maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Ja. Dat je het zo niet graag wilt zijn. Nee. Hey, hoe was je coming out? Oh, dramatisch. Bij ons is het vanzelfsprekend dat we geen coming out hebben. Het werkt niet zo dat je met je ouders aan tafel gaat zitten en zegt, hey, by the way, ik val op mannen. Dus ik ging heel veel uit met vrienden, stiekempjes trouwens. Ik ging vaker uit huis sluipen, ik was wel zo eentje. En op een dagje werd het, weet je, zo'n avond, je bent 17, je drinkt met je vrienden, je bent een beetje aangeschoten, dus je begint te zoenen. Heel naïef van mij om foto's te maken daarvan. Maar die foto heeft dus op Facebook geplaatst. Ik weet niet waarom, ik weet nog steeds niet waarom. Toen heb ik hem samen het weg te halen, heeft hij gedaan, binnen een half uur. Echter, die tijd hadden we BlackBerry. Toen was het heel snel naar mijn hele school verzonden, naar iedereen. En Paramaribo was super klein, dus toen kwam het ook bij mijn familie terecht. Want dan op een gegeven moment moet je dus naar school toe? Ja, echt verschrikkelijk. Ja. Ja? De dag daarna moest ik naar school, ja. Hoe ging dat dan? Het was echt wat je in films ziet. Iedereen keek naar je. En precies zo was het. Ik liep naar binnen en iedereen keek naar me. Mijn vriendinnen kwamen wel bij me. Toen zeiden die van ja, ga naar boven, ga niet naar beneden, want iedereen praat over je. En niet goed? Nee. Nee. Van ja, dit zijn de spelers van vandaag. Daar zijn ze allemaal. Hallo. Hi. Je zus, de psycholoog en jezelf. Hi. Hi. Ga ondertussen even kijken wat jij aan had. Of is dit het misschien al helemaal? Ja. Was jij zo vroeger? Nee. Dat is perfect. Dat is perfect. Ja? Ja, 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 ja. Hoe was dat voor jou die dagen? Oh, heftig, heftig. Ik durfde niet thuis te komen. Ik sprak met heel veel mensen. Ik had gelukkig wel wat steun van mijn zus, onder andere. Maar het meest angstig was ik voor mijn vader. Want dat was eigenlijk de grootste persoon waar ik mee moest dealen. En wat vond hij ervan? Zo. Zoveel eigenlijk. Hij is ook imam. Dus vanuit een positie van status en eer. Maar ook vanuit een positie van normativiteit. En ook nog eens zijn zoon. Dus er zijn zoveel lagen die elkaar kruisen. Waardoor het allemaal gewoon ontploft is. Van heel veel vrijheid en een goede familieband voorheen. Naar opeens, ik mag niks. Ik werd niet vertrouwd. Alles wordt van me afgenomen. Mijn vrijheid, maar ook wie ik kan zijn. Ik werd niet geaccepteerd. Het was heel gewelddadig. Ik werd dus geprobeerd om te veranderen, onder andere door gesprekken met psycholoog, met imam. Dus dat een beetje. Veranderen dat je heteroseksueel werd of dat je op meisjes ging vallen. Dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. Want je moest naar de psycholoog. Ja, ik moest naar de psycholoog inderdaad. Goed, wat had ik aan? Ja, best wel netjes. Ja, ik denk dat dit past wel. Ja, het is wel blauw, maar dat valt dan toch niet op. Wat vond jij? Want jij hebt zitten kijken natuurlijk naar jezelf, degene die je moet spelen. Wat gaat dan allemaal? Wat heb jij gezien? Nou ja, wat ik sowieso wel grappig vond om te zien was dat je nu echt een andere persoon bent geworden. Ik bedoel, ik denk dat ik nu naar een hele andere Fayaz aan het kijken ben dan toen je daar in die stoel zat met die psychologen. Volgens mij zei je inderdaad niet zoveel, maar ging er van alles in je hoofd om en raasde er van alles door je heen. Bij ons is sowieso naar de psycholoog gaan überhaupt is een taboe. Je gaat niet naar de psycholoog om over dingen te praten. I mean, dat doe je gewoon niet. Ging je alleen? Nee, ik ging met mijn zus. Kom maar binnen. Zitten. Jij bent Fayaz en jij bent Afroza. Ja. Nou, en vertel maar, wat is er aan de hand?
Fayaz, die, hij sluipt uit huis. met jongens. En hoe vaak in de week gebeurt dat? Zo'n 1-2 keer. Vaak in het weekend. Vaak in het weekend? Ja. En hoe lang al? Een paar maanden. Ja. Vind je het goed om even op de gang te wachten? Dan wil ik graag alleen met Fayaz praten. Ik dacht van, wat is dit eigenlijk? Überhaupt dat ik met de psycholoog moet gaan praten, waar ga ik het over hebben? Ik vond het zo spannend, want ik was ook geen gemakkelijke prater toen. Dus ik dacht van, nee, ik heb hier echt geen zin in. Maar er gebeurde iets bij de psycholoog, wat totaal anders was dan je had gedacht. Fayaz. Dit gaat echt niet veranderen. Je zal dit moeten accepteren. Het is wat het is. Je bent zoals je bent. En daar is helemaal niets mis mee. Je bent zo geboren. Ik ben er om je hier doorheen te helpen. Ja? Je staat niet alleen. Het is moeilijk om dit te accepteren voor jezelf. Maar het kan niet anders. Ik wist niet dat het aangeboren was en dat het niet zou veranderen. Dat wist ik gewoon oprecht niet. En het feit om dat te horen van een psycholoog naar wie je toch wel echt opkijkt, dat geeft me echt een gerust gevoel dat ik verder kan met mijn leven, dat ik het een plek moet geven. Ik wil graag met je afspreken dat je nog een keer terugkomt. Hè? En wat ik je kan voorstellen is dat je alles opschrijft, al de gedachten die je hebt. En dan spreken we voor volgende week weer af. En dan kunnen we dat bespreken met elkaar. Wat vind je daarvan? Ja? Ja. Dankjewel. Goed. Tot ziens. Dag. Wat deed het met je? Ja, heel veel. Ik kreeg het opeens nog extra warm. Ik was echt helemaal terug weer in het moment. Dus het was heel confronterend, maar op een goede manier. En hoe was het om naar jezelf te kijken? Ja, heb je echt heel goed gedaan. Want ik was heel verlegen inderdaad. Was er meer dat je vertelde tegen de psycholoog of viel dat echt wel mee? Was het echt, moesten ze echt jou aantrekken om iets te zeggen? Ja, ze moesten het echt uit me halen, zeg maar. Omdat ik dus aan mijn zus verteld had dat het super goed ging en dat ik heel blij was. En waarschijnlijk heeft mijn zus dat dan teruggekoppeld. Dus toen hoorde ik dat het niet meer kon. Het mocht niet meer? Nee, het mocht niet meer. Maar goed, die ene sessie heeft me wel veel gedaan. Ja. Vond je het nou ook heel mooi om naar te kijken? Of misschien wel heel... Inspirerend. Doe even een duimpje omhoog dan voor deze video. En like hem. Of misschien herken je jezelf wel in het verhaal. Of heb je iets anders te delen? In dat geval, doe even een reactie hieronderin.